God is mijn herder, die mij leidt. In groene velden vind ik rust. Hij gaat mij voor naar stille wateren. Zijn goedheid verkwikt mijn ziel. Hier ik ik door een donker dal. Ook dan vrees ik de boze niet, want u bent bij mij en stok en staf vertroosten. Een hele goede morgen. We zijn begonnen met het eerste lied voor vanochtend. God is mijn herder. En dat lied, dat hebben we beluisterd en gezongen op verzoek van Danielle, want die is jarig geweest. Zo zijn er meer die jarig geweest de afgelopen weken. Want we hebben natuurlijk een tijdje vakantie gehad, geen diensten gehad. En dit is weer de eerste videodienst die we met elkaar gaan houden. En in deze dienst zijn er een aantal mensen die jarig zijn geweest, die een lied hebben opgegeven. En die liederen zullen we dan ook met elkaar zingen en beluisteren. Het lied van Danielle was dus de eerste. God is mijn herder die mij weidt, naar aanleiding van Psalm 23. En voor alle jarigen die we in deze dienst noemen en die een lied hebben opgegeven, natuurlijk heel hartelijk gefeliciteerd. Gods rijke zegen ook in het nieuwe jaar gewenst. Goed, dat was het eerste lied, God is mijn herder. Ik stel voor dat we de Heer om een zegen gaan vragen voor dit samen zijn en voor deze dienst. En we mogen het ook in alles van Hem gaan verwachten. Trouw Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we mogen weten dat u onze herder bent. Dat u ons leven leidt, dat u ons wijdt. En dat u voor ons zorgt. Dank u wel dat we mogen weten in deze tijd dat u nabij bent. Dat u inderdaad die herder bent die alle zorg heeft voor de kudde. Dank u wel dat we als gelovigen in deze tijd mogen weten dat we misschien nog wel veel inniger verbonden zijn dan een schaapje met een herder. Maar dat we bij u horen dat u het hoofd bent en wij het lichaam. Dat we één zijn met u.
En dat mag ons vrede geven, rust, blijdschap. We danken u wel, Heer, dat we zo als gelovigen in het leven mogen staan. Na een periode van vakantie, misschien zijn mensen nog op vakantie, mogen we weer bij elkaar komen, mogen we weer zingen tot eer van u, mogen we luisteren naar uw woord. En wilt u maken, Heer, dat we ook deze morgen alles zal meewerken tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Dank u wel dat u altijd bij ons bent. In deze tijden waarin het soms onduidelijk is hoe het zal gaan, waarin we misschien vrezen voor gezondheid, of wanneer er andere zaken spelen die ons leven bezighouden, mogen we in alles weten dat u er bent en dat we onze hoop op u mogen richten. Dank u wel dat we zo in dit samen zijn ons ook mogen bepalen bij uw woord en wie u bent en wat u uitwerkt in ons leven. Dank u wel, Heer, uit genade. Amen. Ja, er zijn dus de afgelopen weken verschillende jaren geweest. Het eerste lied hebben we al gehoord. Henk is jarig geweest. En het is me niet gelukt om nog contact met hem te krijgen, maar ik heb zo gedacht dat zijn lievelingslied gezongen gaat worden. En dat is Glorieklokken 207, O zoete naam. En ook Helene is jarig geweest. En zij heeft opgegeven opwekking 518. Heer, u doorgrondt en kent mij. En ik stel voor dat we die twee liederen nu gaan zingen. O zoete naam met uw verborgen schatten. En Heer, u doorgrondt en kent mij. Thank you.
Ja, twee liederen. Mooi. Geweldige woorden ook. De Heer die ons kent. En hem mogen wij loven en prijzen. Er is nog een jarige geweest vorige week. En die is 1 jaar geworden. Dat is Sarah. En ook Sarah heeft een lied opgegeven. Nou ja, haar moeder heeft het in ieder geval vooral opgegeven. Maar ze vond het mooi om daarnaar naar te kijken en te luisteren. Dus dat gaan we nu ook doen. En dat is het lied Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zit. Onder haar vleugels waar het veilig is. Ik zag een kuikentje. En dat is dus vanwege de verjaardag van Sarah die 1 geworden is. Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat. Onder haar vleugels waar het veilig zat. Tegen regen, tegen zonneschijn. Hier zo wil ik bij u zijn. In de schaduw van uw vleugels wil ik schuilen, wil ik schuilen. In de schaduw van uw vleugels wil ik schuilen, o Heer. U bent mijn toevlucht, u bent mijn sterkte, u bent mijn schuilplaats, u, o Heer. In de schaduw van uw vleugels wil ik schuilen, wil ik schuilen. In de schaduw van uw vleugels wil ik schuilen. Ik heb nog een aantal mededelingen, niet zo heel veel. Houdt u in ieder geval de nieuwsbrief in de gaten die komende week of de week daarop aan u verstuurd wordt. Daarin zullen ook mededelingen zijn hoe het verder zal gaan en hoe we bijvoorbeeld ook onze dienst op 30 augustus, die we in de buitenlucht willen gaan houden, gaan organiseren. We houden u daarvan op de hoogte. Ik mag onder uw aandacht brengen de collecte. De collecte die op een digitale manier gebeurt. Hartelijk dank voor de bijdrage die u geeft. De volgende dienst, zondag 23 augustus, die zal worden voorgegaan door broeder Hoyte Slachter. Hij zal het woord doorgeven en ook dat zal weer een videodienst zijn. Dan gaan we luisteren naar het volgende lied. Een toekomst vol hoop. En dat is vanwege het feit dat Jos is jarig geweest en dat lied heeft opgegeven. Een toekomst vol hoop. Dat is een lied van Sela. Gaan we met elkaar zingen en beluisteren. En daarna willen we met elkaar Gods woord gaan openen. Strijd en zorgen.
Ja, geweldig mooi lied. U heeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders. U alleen. Leidt ons door dit leven heen. Dat is een geweldige zekerheid. En de manier hoe God ons door dit leven heen leidt, is in ieder geval ook vanwege het woord dat hij gegeven heeft. Dat hij gesproken heeft. En dat woord, daar willen we bij stilstaan op deze morgen. En wel in het bijzonder op een manier dat we, als we de Bijbel lezen, het woord van God, dan komt dat ook in beelden tot ons. Gods woord wordt ook beeldend gemaakt. Gods woord wordt ons voorgesteld bijvoorbeeld als het licht, als de zon, als een lamp. Gods woord wordt voorgesteld als goud of zilver. Gods woord wordt ons soms voorgesteld als melk of vaste spijs, brood, honing. Als het vuur, als een zwaard, als het water, allemaal verschillende beelden. En ik dacht, misschien is het wel toepasselijk om deze morgen, u moet weten, gisteren was het een van de warmste dagen in ons land, een hittegolf. En ik dacht, laten we stilstaan deze morgen bij het beeld dat Gods woord ook is, namelijk Gods woord is als de regen en de sneeuw. Dat is heel wat anders dan de hitte. Gods woord is als de regen en de sneeuw. En daarvoor gaan we lezen uit Jesaja hoofdstuk 55. Jesaja 55. En dan lezen we daarvan het 10e en het 11e vers. En daar staat: want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat ze voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Ja, dat is een mooi beeld.
Het woord van God wordt vergeleken als de regen en de sneeuw. En van die regen en die sneeuw, daar wordt dan van gezegd, het daalt van de hemel neer. Het keert dan niet heen weer terug. Het doorvochtigt de aarde, het maakt het vruchtbaar, het doet het uitspruiten. Het geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter. En als je dat in een schema zet, dan staat er tegenover wat het woord van God doet. Dat woord van God gaat uit de mond van God. Het zal niet ledig tot hem wederkeren. Het zal doen wat hem behaagt. En het woord zal volbrengen waartoe ik het zend. Dat zijn de woorden van God. En daar willen we deze morgen in het bijzonder wat bij stilstaan. Ja, bij regen en sneeuw. Misschien dat sommigen van u daar juist nu aan denken. Vanwege de warmte die geweest is. Was er maar wat regen en was er maar wat sneeuw, wat verkoeling. Dat zijn ook de beelden die in de Gods woord naar voren komen als het gaat om regen en sneeuw. Ik ga die al die teksten niet noemen, maar ik noem zo een enkel woord. Regen, dat doet groeien. De Heere zegt, ik zal water gieten op dorstige en op beken op het droge. Een regen van milde gaven zal ik uitstorten. En ik zal regen op het land geven. Het zijn allemaal letterlijke zaken die te maken hebben ook met Gods plan, met deze wereld, met deze aarde, met Israël. Het heeft alles te maken met de zegen die God geeft. Want als je bijvoorbeeld leest in Jesaja 44, ik zal water gieten op het dorstige, dan staat er meteen bij wat dat betekent. Ik zal mijn geest uitgieten en mijn zegen op uw nakomeling. En als de Heere het volk van Israël voorhoudt in Deuteronomium dat ze moeten luisteren naar zijn woord, dan zegt hij ook, indien gij luistert naar mijn woord, dan zal ik de regen op zijn tijd geven. De zegen. En in Psalm 72 wordt gesproken over het woord en over die het woord is, de koning der koningen. En dan staat er, hij zal als de regen zijn die neerdaalt op het grasland. Als regenbuien die de aarde besproeien. Verkwikkend en nodig voor de groei. Dat is dus de regen. Ook de sneeuw is een bepaalde vorm van regen natuurlijk. Komt in de Bijbel voor, Psalm 147 bijvoorbeeld. Daar staat, hij geeft sneeuw als wol. Hij strooit de rijp als as. Hij werpt zijn ijs als stukken. Dat is wat God doet. En tegelijkertijd zegt de psalm meteen wat de betekenis is. Hij geeft sneeuw als wol. En in het volgende vers staat, hij zendt zijn woord. Hij heeft Jacob zijn woorden bekendgemaakt. Dat is wat God doet. En dan heb je al gauw in de gaten dat het sneeuw en die regen, ja, dat zijn beelden natuurlijk van het woord van God. Dat is ook wat Jesaja 55 zo duidelijk maakte. Regen en sneeuw. Belangrijk is dat die regen en sneeuw niet daarboven in de lucht blijven. Want dan hebben wij er niets aan. Als het daarboven in die wolken blijft hangen, dan zijn dat misschien mooie gezichten. Maar als zodanig heb je dan niks aan regen en sneeuw. Nee, Jesaja zegt ook, zoals de regen en de sneeuw neerdaalt van de hemel. En dat is dus een belangrijk principe. Het moet neerdalen. Het moet op de aarde komen in geval van regen en sneeuw. In Psalm 72 staat, hij zei als de regen die neerdaalt op het grasland, als regenbuien die de aarde besproeien. Het moet neerdalen. En dan heb je meteen in de gaten, dat neerdalen, dat is natuurlijk een woord wat vaker in de Bijbel voorkomt. Want er zijn meer dingen die neerdalen. En neerdalen betekent, het was eerst boven en het komt naar beneden. Het gaat naar een lagere plaats toe. Maar het komt van boven. Denkt u bijvoorbeeld eens aan de persoon van de Heer Jezus zelf. Je zegt naar Johannes 6, daar zegt de Heer het. Dan zegt de Heer Jezus, want dat is het brood Gods dat uit de hemel neerdaalt. En aan de wereld het leven geeft. Want ik ben van de hemel neergedaald.
Niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dat is natuurlijk het beeld. De Heer is van de hemel neergedaald. En in de context van Johannes 6 wordt daarvan gezegd, dit is het brood Gods dat uit de hemel neerdaalt. Dat uit de hemel neerdaalt. Dat heeft alles te maken met zegen. Met de zegen die van boven is. Met de zegen die God bereid heeft. En in Psalm 133, daar wordt het heel mooi in figuurlijke zin gezegd. Zie hoe goed en lieflijk is het als broeders te samenwonen. Het is als kostelijke olie op het hoofd, neervloeiende op de baard van Aaron. Het is als dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Daar gebiedt de Heer zijn zegen, leven tot in eeuwigheid. En dan zie je het beeld, dat wat neerdaalt is tot zegen. De Heere God houdt het niet voor zichzelf, maar geeft het dan u en mij. En het daalt neer. En het mooiste voorbeeld natuurlijk, ook van het neerdalen, dat ik zei het al, dat is de persoon van de Heer Jezus. En we lezen daarvan, en daar wil ik enkele versen van lezen, in Filippenzen hoofdstuk 2. Over de gezindheid die in Christus Jezus is. Die in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft om God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf aangenomen, aan de mensen gelijk, heeft zichzelf vernederd, is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Hij heeft zichzelf vernederd, hij is neergedaald. Vanuit het hemelse naar het aardse, van het aardse naar het dodenrijk. Hij is neergedaald. Ja, en de zegen die daaraan verbonden is, wel staat er meteen bij in Filippenzen 2. Daarom, omdat hij zich vernederd heeft, omdat hij is neergedaald, hij heeft de schuld op zich genomen. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem de naam boven alle naam gegeven. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Maar je ziet hier het principe weer. Dat wat neerdaalt is tot zegen. Ja. Regen en sneeuw daalt neer. Van het woord wordt daarvan gezegd. Het gaat uit de mond van God. En ook dat is hetzelfde principe. Want wat uitgaat uit de mond van God, die boven is, dat daalt neer. Er kan namelijk ook maar één kant op, want God is de Allerhoogste. Dat woord kan niet omhoog, maar als God spreekt, dan dalen zijn woorden als het ware neer op de mensen. Het woord gaat uit van God. En dat is een belangrijk principe, wat ook in Deuteronomium, helemaal in het begin van de Bijbel al genoemd wordt. Daar staat dat de mens zal leven van alles wat uit de mond van de Heere komt. Ook hier weer hetzelfde principe. De zegening, dat je leeft, heeft te maken met datgene wat door God gesproken is, wat uit zijn mond komt. En wat uit Gods mond komt, dat daalt neer. Geweldig mooi voorbeeld, en u kent het allemaal, dat is het voorbeeld van het volk van Israël wat door de woestijn trekt op weg naar het beloofde land. En dan gebeurt er elke nacht wat bijzonders. En elke morgen zijn ze daar getuigen van. Je kunt dat lezen in Numeri. Daar staat in Numeri 11 vers 9. Telkens wanneer de dauw 's nachts op het kamp neerdaalde, daalde ook het manna daarop neer. Dus elke nacht daalde er wat neer. Manna. En de Israëlieten vroegen zich af, wat is dit? Daarom noemden ze het ook zo. Manna, wat is dit? Nou, het was het brood uit de hemel. Waar ze zich dagelijks mee konden voeden. Een geweldig beeld van het woord van God. Wat uit de mond van de Heer uitgaat. Het daalde neer en het was tot zegen, tot voedsel voor het volk. Dus dat is het neerdalen. Het uit de mond van de Heer uitgaan. Regen en sneeuw,
als het is neergedaald, keert niet weer terug. Ja, in een andere vorm, maar als zodanig als de regen en de sneeuw keert het niet meer terug. Nee, het heeft namelijk een doel hier op deze aarde. Het is tot zegen, het is tot groei, tot het voortbrengen van leven. Dus het daalt ook met een bedoeling naar beneden. Weet je, en het is ook belangrijk dat we in de gaten hebben dat hetzelfde principe voor het woord geldt. Dat woord wat neerdaalt, wat uit de mond van God komt, Jesaja 55 zegt, dat woord dat zal niet ledig wederkeren. Dat komt niet leeg terug. Nee, dat woord dat werkt uit. En dat is wel belangrijk. Dat woord wat van God komt, dat werkt uit. En dat zal niet leeg wederkeren. Weet u, als u en ik wat te vertellen hebben, dan denken we misschien dat het heel wat is. En dat het heel belangrijk is. En dat het de wereld op zijn kop zet. Ik kan u vertellen, dat is niet het geval. Alles wat de mens bedenkt, wat de mens maakt, kan in zekere zin heel veel zijn. Maar in Gods ogen is het onvolkomen. Paulus die zegt in Romeinen 7, want ik weet dat in mij, dat is mijn vlees, niks goeds woont. Immers, het willen is er wel, maar het goede teweeg brengen, dat kan ik niet. Hij wil zijn best doen om wat te betekenen, bijvoorbeeld ook voor de Heer. Dat er van de mens iets wordt omhoog gestuurd naar God. Maar dat is leeg. Wij hebben geen woord voor God. Dat is ook belangrijk om vast te stellen. U en ik hebben niet een woord voor God. Van Heere God, dan moet u eens goed luisteren. Ik heb een goed plan. En ik heb het beste met u voor. Nee, het is andersom. Het woord gaat van God uit. Wij hebben niks te vertellen. En een mooi voorbeeld dat de mens ook merkt dat hij niks heeft, is ook die geschiedenis van Naomi en Rut. Je kunt dat lezen in Rut 1, waar Naomi zegt, ik ging vol weg. Maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen? Noem mij maar Mara, bitter. Ze had alles. Gods rijke zegen. Met name ook praktisch in de zin dat er genoeg te eten was. Toen kwam er hongersnood. En ze verloor alles. En ze verloor haar zonen en haar man. En met haar ene schoondochter Rut ging ze weer terug naar het volk van Israël in Bethlehem. En dan bedenkt ze van ja, ik heb niks. Ik kan ook niks. Ik heb niks te vertellen. Ik ben leeg. En haar naam, lieflijk, daarvan zegt ze nee, dat ben ik niet meer. Noem mij maar Mara, bitter. Nou ja, en dan is het mooie dat Gods woord weer gaat spreken, dat God zich met de mens bemoeit, want God gaat dat leven weer vullen. En hij spreekt zijn woord middels de losser, die verlossing geeft en uitredding brengt. En zijn woord keert niet ledig weer. Nee, als God iets doet, als God spreekt, dan heeft het betekenis. Dan gebeurt er wat. En wat er dan gebeurt met die regen en die sneeuw, wel, we hebben het gelezen in Jesaja 55. Het doorvochtigt de aarde. Het maakt haar vruchtbaar. En het doet haar uitspruiten. Allemaal woorden die we wel kennen, ook in Bijbelse zin. Het doorvochtigt de aarde. Letterlijk staat er in Psalm 65, dat is wel mooi. De aarde, de omgeploegde aarde wordt dronken. U doet water in zijn voren dalen. U doorweekt het met regendruppels. U zegent zijn gewas. Dat is wat de regen doet en de sneeuw. De aarde wordt dronken van het vocht dat van boven komt. Dat is natuurlijk een geweldig beeld. U en ik mogen dronken zijn van datgene wat van boven komt. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Gods geest die ons gegeven is. Paulus zegt er apart bij, ja, word nou niet,
dronken van de wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. In geestelijke zin dronken met datgene wat van boven komt. Dat is wat regen en sneeuw ook met de aarde doen. Het maakt haar vruchtbaar. Als Gods geest in je werkt, dan kan er vrucht gedragen worden. Dat is het tegenovergestelde van leegheid, van ijdelheid. Dan draagt het geen vrucht. En de Bijbel maakt ook duidelijk dat het juist Gods bedoeling is dat dat wat hij gemaakt heeft, vrucht draagt. Alles in de schepping is bestemd om vrucht te dragen. En er zijn dan voorbeelden van mensen waarbij het niet lukt om vrucht te dragen. Denk aan Sarah en aan Rebecca, de moeder van Simson en Maria. Ja, die konden niet vrucht dragen. Ja, maar God grijpt in en spreekt zijn woord. Want hij wil dat de mens vruchtbaar is. Dat zijn schepping vruchtbaar is. En dat ze zal uitspruiten. Ja, dat is natuurlijk ook, mooi, hè? Dat datgene wat doorvochtigd wordt met water, datgene wat vruchtbaar is, dat gaat ook uitspruiten. En dat alles vanwege dat woord. En het mooie is dan dat er een spruit in de Bijbel genoemd wordt. Degene die uitspruit, die tevoorschijn komt. En dat is de persoon van de Heer Jezus zelf. Zo zegt de Heer: zie een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen. En hij zal de tempel van de Heere bouwen. In die dagen zal ik voor David een spruit van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Als God of zijn woord spreekt, als dat woord uit de mond van de Heere uitgaat, dan wordt de plaats waar dat woord terechtkomt, wordt dronken van dat woord, wordt vervuld van de zegen die daarmee gepaard gaat. En het wordt vruchtbaar en doet uitspruiten. Ja. Wat betekent dat met voor het woord? Wel, voor het woord, zoals Jesaja het zegt, dat woord zal doen wat mij behaagt. Als het om de regen en de sneeuw gaat, die doen wat God behaagt, namelijk zorgen dat het land vruchtbaar is. Maar ook dat woord zal doen wat mij behaagt. En heel letterlijk zegt de Heer Jezus dat ook zelf. Hij is het vlees geworden woord. En hij zegt ook: ik ben van de hemel neergedaald. Niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Hij is het vlees geworden woord. En het woord zal doen wat mij behaagt. En dan moet je weten, en dan moet je bedenken, dat de persoon van de Heer Jezus Christus, dat is als het ware degene die God behaagt. Omdat toen hij geboren werd, de engel ook zei: in mensen van het welbehagen. God heeft behagen. En het heeft God behaagd om de wijsheid, niet van de wereld, zoals Korinthe dat zegt, maar de wijsheid Gods, dat is de persoon van de Heer Jezus Christus, als dwaasheid in deze wereld te brengen. En die wijsheid die door God behaagde, daarbij zijn u en ik mee verbonden. Dat is ons hoofd. De persoon die uit de hemel is neergedaald, die het woord van God is, die tot zegen is, die door zijn geest je, nogmaals in de figuurlijke zin, je dronken maakt, je vruchtbaar wil laten zijn. Daar zijn u en ik mee verbonden. Dat is de gemeente, het lichaam van Christus. En dan is het niet voor niks dat in de Efezebrief tot 3 keer toe staat dat in die positie u en ik, als mensen die geluisterd hebben naar het woord en ons willen laten vullen met dat woord, mogen zijn tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Weet je, en dat maakt ook dat het woord gaat doen wat hem behaagt. Dat u en ik in ons leven een getuigenis geven wat God behaagt. Ja, want we zijn gevuld met datgene wat van boven gekomen is. In Efeze 5 daar staat: u was duisternis
En dat geldt voor ons nu in deze tijd. Maar nu bent u licht in de Heer. Wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. De vrucht van de geest bestaat in goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Ja, de vrucht van de geest, dat is het woord van God wat heeft uitgewerkt, wat als zegen dient en zal doen wat God behaagt. En het woord, ik zei het al, dat doet uitspruiten. Paulus die geeft daar verschillende voorbeelden van. Hij noemt bijvoorbeeld in Filippenzen 1 vers 10 dat wij steeds overvloediger worden in kennis en fijngevoeligheid, onderscheiden waarop het aankomt. En dat we vervuld worden, Filippenzen 1 vers 11, met vruchten van gerechtigheid. Die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Hij doet het uitspruiten. Hij laat het vrucht dragen. En in Colossenzen 1 vers 9, daar staat dat Paulus niet ophoudt voor ons te bidden. Dat we vervuld mogen worden met de kennis van zijn wil. Dat we de Here waardig wandelen. Hem in alles behagen, in elk goed werk vrucht dragen en groeien in de kennis van God. Vrucht dragen dus. En in Efeze 5, ik noemde het al, wordt vervuld met de geest. Colossenzen 3 vers 16, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. En onderwijs elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Dat woord draagt vrucht. Dat woord doet het een en ander uitspruiten. En wat het vooral laat uitspruiten, dat is dat je de Heere God dankt. Dat je Hem hebt leren kennen. Dat zijn geest in je werkt. En dat Hij kracht en sterkte geeft. Dan komen we bij het laatste punt. Het woord zal volbrengen wat u ik het zend. Het woord komt tot zijn doel. Die regen en die sneeuw, die maakten dat de zaaier zaad heeft en dat de eter brood heeft. Het dient ergens voor. Het is niet zomaar voor de leuk of omdat het wel aardig is. Nee, het heeft een doel. En zo is het ook met het woord. Het zal volbrengen waartoe ik het zend. Dus dat woord heeft... Dat heeft ook een doel. En het woord komt tot zijn doel. En ook daar zijn een paar mooie voorbeelden van in de Bijbel. Dat het woord inderdaad tot zijn doel komt. U kent misschien wel die geschiedenis van Biliam. Die tovenaar op zijn ezel. En die ezel die praat nog een keer tegen hem. Maar die Biliam die wordt gevraagd door de koning van Moab om het volk van Israël te vervloeken. Want hij was bang voor dat volk. Maar dan komt de Heere God 's nachts bij Biliam op bezoek. En dan zegt de Heer in nummer 22. God kwam 's nachts tot Biliam en zei tegen hem. Kwamen die mannen soms om u te ontbieden? Sta op en ga met hem mee. Maar u mag alleen doen wat ik tot u spreken zal. En hier zie je zo'n mooi voorbeeld. Dat de mens niet anders kan dan afhankelijk zijn van het woord van God. En God zorgt er ook voor dat Biliam alleen maar kan spreken wat God wil. Het woord zal het volbrengen waartoe ik het zend. Het woord komt tot zijn doel. Aan de Heere God ligt het niet. En Biliam die heeft misschien hele andere dingen willen zeggen. Maar het woord wat uit de mond van God kwam, komt in het hoofd en het hart van Biliam en dat is wat hij zegt. Het woord komt tot zijn doel. De Heere God spreekt tot Hiskia in de nood. Ze zijn omringd door Assyriërs. En dan zegt de Heere dat er bevrijding en verlossing zal zijn. En dit zal voor u een teken zijn dat de Heere dit woord dat hij gesproken heeft ook zal doen. Dat is mooi hè? De Heere heeft het woord gesproken en zal het ook doen. En geeft daarvoor in dit geval voor Hiskia ook nog een teken. De zon die zal teruggaan op de treden van de zonnewijzer. En de zon ging 10 treden terug. En dat was het bewijs
dat God doet wat hij zegt. Want Gods woord komt altijd tot zijn doel. God doet wat hij zegt. Als Zacharias bijna niet kan geloven dat zijn vrouw Elisabeth nog een zoon krijgt. Ja, heren, maar dat kan toch niet, want we zijn oud. Als bewijs, je kunt nu niet meer praten, Zacharias. En als je zoon geboren is, dan zul je weer kunnen spreken. God spreekt zijn woord. En zo is het ook. Het komt tot zijn doel. Want op het moment dat Johannes geboren wordt en een naam moet hebben, dan kan Zacharias weer spreken. En het mooie is, als die dan spreekt, dan staat er ook meteen bij en hij loofde God. Ja. Maar ook de apostel Paulus. En dat is ook zo'n mooi voorbeeld. Ja. Wordt door de Heer gebruikt om het woord tot zijn doel te laten komen. Van Paulus lezen we dat de Heer tegen hem zegt. En dat doet hij dan door een profeet die naar hem toe komt in Damascus. Dat hij moet zeggen dat Paulus voor hem een uitverkoren instrument is om mijn naam te brengen naar de heidenen. En de koningen en de Israëlieten. Paulus wordt dus gebruikt om het woord van God, wat van God neerdaalt, te brengen naar heidenen en koningen en de Israëlieten. En dat doet Paulus dus ook. Want het woord van God keert nooit ledig weer. Het komt tot zijn doel. En Paulus gaat aan de slag. En dan is het wel bijzonder dat hij na die handelingentijd, dan wordt hij gevangen gezet. En dan zou je kunnen zeggen van, nou, dan kan hij niet meer doen wat de bedoeling was. Gods woord komt niet meer tot zijn doel. Nee, dan is het wel mooi dat Paulus in Efeze 3 zegt, en dan zit hij gevangen in Rome, dan zegt hij, ja, ik zit hier in de gevangenis, maar ik ben een gevangene van de Heer. Ik ben een gevangene van Christus Jezus, voor u die heidene bent. Ik ben een gevangene van Christus Jezus. En dan zie je weer dat principe. Waarom is hij een gevangene van Christus? Wel, omdat God zijn woord heeft gesproken en Paulus wordt gebruikt om dat woord door te geven. Het woord wat van de hemel neerdaalt, daarin in die eigen gehuurde woning van Paulus, dat komt tot Paulus en Paulus is het instrument om dat woord door te geven. En dan zegt hij ook in Efeze 3, dat mij, de allerminste van alle heiligen, deze genade gegeven is om onder de heidenen het evangelie, de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus, te verkondigen. Het woord zal volbrengen waardoor ik het zend. Dat is wat God zegt. Regen en sneeuw hebben hun uitwerking. En op zijn tijd hebben we daar veel plezier van. Gods woord heeft een nog veel grotere uitwerking. En daar heb je altijd plezier van. Je zou kunnen zeggen, Gods woord, ja, daar kun je wat mee. Daar heb je wat aan. En je zou mogen zeggen, geniet van de koelte en de regen, van regen en sneeuw. Op de manier zoals we dat in de positieve zin kunnen doen. Ik bedoel, daar hebben we het niet over orkanen en sneeuwstormen. Want daar zit de onvolkomenheid van de schepping. Maar het principe, geniet van de regen en de sneeuw. En wat ze doen. Maar het is niet meer dan een afspiegeling, een beeld van waar je werkelijk van mag genieten. Namelijk van het woord van God. Dat uit de mond van God uitgaat. Niet leeg tot hem zal terugkeren. Het woord van God wat altijd doet wat hem behaagt. En zal volbrengen waardoor ik het zend. Geniet daarvan. En ik hoop dat we ook zo van dat woord altijd maar weer mogen genieten. Dat we er, nou ja, zoals de Bijbel het zei, er verdronken mogen worden. Helemaal door vervuld mogen worden. En dan is het mooi dat, en daar eindig ik mee, Spreuken 16 vers 20. Wie verstandig omgaat met het woord, die zal het goede vinden. En wie op de Heere vertrouwt, wel gelukzalig is hij. Zo is het. Amen.
Stel voor dat we de Heer daarvoor maar gaan danken. Trouwe Vader in hemel, dank u wel. Dank u wel dat we inderdaad mogen weten dat u uw woord gesproken heeft. En dat het is neergedaald van de hemel. En dat het zijn uitwerking heeft. Dat het ons mag vervullen. Dat uw geest ons vervult. En dat het niet leeg tot u terugkeert. Maar dat het zijn doel bereikt. Heer, dat zijn geweldige dingen. U heeft het in de hand. U zorgt ervoor. En wij mogen ervan genieten. Wilt u maar maken, Heer, dat we ja, inderdaad in bijbelse zin dronken mogen zijn, vervuld mogen zijn, doordrenkt mogen zijn van uw geest, van uw woord. En dat het rijkelijk in ons mag wonen. En als, zoals we zien hoe de regen en de sneeuw zijn uitwerking heeft op de aarde, dat ook uw woord zo zijn uitwerking mag hebben in onze levens. Dank u wel dat het vertroosting geeft, verkoeling in de hitte van de strijd. Dat het rust geeft en dat het vrucht mag dragen. En dat het met alles mag zijn tot eer van uw grote naam. Heer, zo verwachten we het ook allemaal maar van u. Wilt u maken dat we ons bij uw woord telkens weer bepalen. Dat we dat woord zullen openen. Dat we ons beseffen dat het woord is neergedaald van de hemel. En dat u mij ook op het oog had. Dank u wel daarvoor. Wees u met ons, Heer, de komende week wat we gaan doen, waar we zijn. Behoed en bewaar ons bij het werk wat we doen. Als we misschien weer op school zijn begonnen of gaan beginnen. U bent erbij. Ook in deze tijd waarin we misschien nog steeds niet op een gemakkelijke manier dicht bij elkaar kunnen komen, mogen we weten dat u heel dicht nabij bent. Wilt u ons zo sterken en leiden? Wilt u zijn met degene die moeite hebben, lichamelijk of geestelijk? Degene die misschien zorg heeft, wat voor manier dan ook. Dank u wel dat we om elkaar heen mogen staan, maar bovenal mogen weten dat u nabij bent. En dat u zorgt en leidt. Dank u wel, Heer, voor wie u bent. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar, ik wou zeggen, nog twee liederen zingen, maar we hebben geen zangers die gaan meezingen deze morgen. Ik ga twee liederen voor u spelen en dat zijn ook twee liederen, dan moet ik even mijn blaadje zien. Ja. Twee liederen die ook zijn opgegeven door mensen die jarig zijn geweest. En liederen die ook wel aansluiten bij het woord van deze morgen. In de eerste plaats, Rob is jarig geweest en die heeft opgegeven Johan de Heer 51. U hoort, o God. Ja, hij is in dit geval geen regen en sneeuw, maar hij is liefde en licht. Uw woord, o God, is liefde en licht, is heilig en volmaakt. En dan heeft Gert nog een lied opgegeven en ook dat gaf zij als een blij getuigenis. En ook dat mag op deze morgen slaan en op Gods woord. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. In zijn hand ligt heel mijn levenslot. Daar gaan we mee eindigen met die twee liederen. En dan wens ik u verder nog een hele goede zondag.